overtuigingen samen kunnen werken en elkaar kunnen appliceren. En dat betekent een hoop voor ons. De Hare Krishna-beweging is een internationale beweging. Een beweging die zijn oorsprong heeft in India natuurlijk. En die zich over de hele wereld verspreid heeft. Die nu jaarlijks in alle hoofdsteden ter wereld dit festival viert. Dit festival gewijd aan Jagannath, de heer van het universum. Dat is de vertaling van het woord Jagannath. En in feite is Jagannath dezelfde heer die in alle landen ter wereld vereerd wordt. Verschillende culturen benaderen die heer op hun eigen wijze, maar uiteindelijk blijft het er één God in deze wereld. En in die zin is het ook juist en natuurlijk dat mensen uit verschillende tradities elkaar vinden. Dat is ook de bedoeling van dit festival. Het is een festival waar wij vieren vandaag. Het is een festival gewijd aan de vereering van Jagannath, van de Heer van het Universum. Maar het is ook een festival wat open is voor iedereen en allen.